Jan Flap, trainer van ONS. Wij zijn op zaterdagmorgen 20 oktober, ruim anderhalve week voor de wedstrijd tegen Ajax. Rondom het veld allemaal bedrijvigheid. Hoe ervaar je dat nou? Ja, je zit er na de loting zit je natuurlijk al volledig in. En dat uitzicht in alles. Ja, nu wordt het ook concreet. Hè. Het was eerst allemaal in allemaal commissies en afspraken. Ja, nu begint het concreet te worden. En ik vind het prachtig dat er zoveel vrijwilligers zijn die hier bezig zijn. Ik bedoel, dit is toch prachtig. Ja, geweldig. Is dat ook de reden dat je hier vanmorgen vroeg op het Zuidersportpark omloopt om die vrijwilligers op die manier dan te stimuleren? Nou ja, ik vind dat je hier sowieso op tijd moet wezen, want je hoort je gezicht sowieso te laten zien. Maar je bent zelf ook nieuwsgierig. Ik bedoel, ik zag geen foto's voorbij komen van ze zijn tribunes aan het bouwen. Ja, dan ben je toch nieuwsgierig van hoe staat het ervoor. En ik bedoel, alle mensen, vrijwilligers, die ken je al persoonlijk. Dus waarom niet een praatje maken en horen hoe het is. En je werkt met z'n allen ergens naartoe. Jan, dit is voor jou ook een hele bijzondere wedstrijd. En waar zit het bijzondere nou voor jou in? Het bijzondere, je speelt een keer tegen Ajax. Dus op dat niet heel bijzonder, hè, op zich, maar het is een officiële wedstrijd. Hè, iedereen kan een keer een Ajax uitnodigen en ik wil eens over 3-4 jaar best een keer langskomen. Hè. Dan moet je een bedrag neerleggen en dan komen ze bij je langs en dan mag je wat festiviteit omheen halen. Maar het is gewoon een officiële wedstrijd. Het gaat ergens om. En het speciaal is dat hele kleine 1% kansen wat het onderbuikgevoel is, hè, van stel dat. Nou ja, dat is natuurlijk het meest speciale van alles. Dat leeft toch zeker ook bij de jongens. Daarom zeggen van het is leuk en aardig. 7000 toeschouwers, alles wat er omheen zit. Maar die wedstrijd, daar gaat het uiteindelijk om. Het is voor ons niet een wedstrijd van slagbank of zo. Absoluut niet. Ik bedoel, we gaan echt proberen ten eerste de idee hoe we willen voetballen. Maar ten tweede ook echt voor resultaat. En ja, misschien staan we na een kwartier 5-0 achter. Nou ja, dan moeten we met z'n allen ook gaan genieten op een andere manier. Maar op voorhand, ik zeg 1% misschien is nog minder. Dat onderbuikgevoel, dat zit er absoluut in. Hoe zou je deze jongens nou nog stimuleren moeten? Nou ja, tegen Ajax hoeft het niemand te doen. Ik bedoel, we hebben vandaag Leeuwarden Zwaluwen. Nou, en dat is, het was na de eerste wedstrijd, na de loting, toen kregen we NEC Nijkerk thuis. Ja, dan wordt het al heel lastig om want iedereen heeft het erover. Nou ja, het blijft elke keer maar doorgaan en elke keer maar doorgaan. Dus over anderhalf week hoef ik niks te zeggen. Dan hoef ik alleen de namen te zeggen wie we mogen voetballen. Hè, en voor de rest niks. Maar het is zoals nu uit een Zwaluwen. Nou ja, je weet waar een beker toe kan leiden. Ja, uiteindelijk de districtsbeker is het voorportaal van deze wedstrijd geweest. Dus ja, je mag vandaag geen fouten laten gaan. Ja, en dan volgende week, dat zou helemaal mooi wezen. Ja, als vandaag het resultaat tussen Sparta Nijkerk en Staphorst gunstig is, dan kan je volgende week voor een echte prijs pakken. Ja, want Ajax is natuurlijk leuk, hè, maar dat is niet een echte prijs. Een kampioenschapperiodetitel is een echte prijs. Door zelf een verleden bij Sportclub Heerenveen, bij betaalde voetbal. Dat betaalde voetbal, dat is toch wel iets extra's, geeft dat als die als trainer. Ja, tuurlijk. Dat is het ook. Alleen voor de jongens hier die hier naartoe moeten voetballen. Ik weet in die tijd toen ik er nog bij zat, toen was het Sarima van de oefenwedstrijdjes hartstikke leuk. En een bepaald premiestelsel. Je wordt pas uitbetaald als je meer dan 10 doelpunten verschil hebt. Ja, dan wordt het ook inderdaad, want anders is het voor een BVO maken ze het heel makkelijk soms ervan af. Ja, zo kan je nog dingen nog wel prikkelen. Dat was wel een hele goede stimulans, weet ik nog wel. Ik las op een site van Ajax dat het een hele mooie loting voor Ajax was. Ja, maar dat is toch ook zo? Hetzelfde als wij nu bij wijze van spreken een Black Boys voor de beker hadden getrapt, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat speelt 4e/5e klas. Ja, dat is bij hun ook. Ik bedoel, laten we gewoon eerlijk wezen. Die één jongen daar in de selectie, dit is de volledige begroting hier van ONS voor de komende 4 jaar. Dus ik bedoel, laten we gewoon wel de juiste perspectief houden. Maar is dat voor ONS financieel bezien, is dat natuurlijk ook heel interessant? Ja, ik hoor vanuit de voorzitter, ik heb heel goed contact mee, ook wel eens het een en ander. Ja, dat is gewoon, er zijn heel veel mensen hebben een nek uitgestoken. Ook met het, natuurlijk de spelers die hier zijn gekomen en wat ze hier aan van plan zijn en hoe dat allemaal gaat. Ja, en dan is het ook mooi dat het zich terugbetaalt en dan op deze manier. Dus ja, voor de club is dit heel erg mooi. En Jan Flap, die kan hem zelf ook in etalage zetten als trainer. Ja, dat is... Alleen niemand onthoudt meer wie je trainer is geweest, hoor. Als je vraagt van wie 4 jaar geleden trainer was bij Harkemasse Boys Feyenoord, weet niemand dat meer, hoor. Maar weet jij het nog? En één Henk de Jonge. Dat doe je heel goed, klasse. En dan tussen Drachten en Feyenoord in 1994? Nou, wat het lastiger. Dan wordt het lastiger. Maar we leven nu toe naar deze wedstrijd. Jan, de onvermijdelijke vraag. De uitslag ONS Ajax.
Ja, de afgelopen 21 nachten hebben we hem telkens in blessuretijd gewonnen. Dus wat dat betreft hou ik het daar ook nog steeds op. Jan, blijf dromen met de ogen open. Dankjewel voor het interview. Oké, graag gedaan.